La 19, de hoofdgast van vandaag. De gast van vandaag heeft een eigen adviesbureau. Ze geeft les en doet al jaren werk voor de Rekenkamer in Schagen. Ze woont in Baarland, waar ze werkt, wandelt en fietst. De molen, het zwembad, de sporthal, de supermarkt of Flindorado: haar dorp kent veel mooie plekjes. Sinds 2013 zit ze voor het CDA in de gemeenteraad van Schagen. Uitdagingen zijn wonen, klimaat, energie, stikstof, verkeer, maar vooral de financiën van de gemeente. Welkom Boudien Glasauer. We gaan eerst een serietje dilemma's met je doornemen. Caravan of hotel? Hotel. Film of serie? Serie. Aardappelen of rijst? Aardappelen. Ochtend of avondmens? Allebei. Kan eigenlijk niet hè? bij dilemma's. Maar goed. Uh, tijd of geld? Uh, tijd. Vlees of vis? Vis. Ajax of Feyenoord? Ajax. Ajax of Az? Az. Fietsen of wandelen? Wandelen. Broodje kroket of een broodje gezond? Het liefst. Een broodje kroket, maar beter een broodje gezond. Ja, dat geldt voor meer mensen, denk ik. Hond of kat? Een kat. Dat is de laatste die we doen. Hè. Hebben we een beetje een inzicht in uh, hoe jij in het leven staat en waar je van houdt? Uh, ja, broodje gezond of broodje kroket? Ik denk dat het voor iedereen wel geldt. Hè? Dat uh, de kroket is lekker, maar die, dat broodje gezond is beter. Zeker. Uh... Voor je uh, voor je gezondheid en mijn gezondheid uh, op wat oudere leeftijd, dan, uh, dan heb je dat ook wel nodig om je lijn een beetje constant te houden. Ja. Maar mag ik je nog even aanvullen? Jij zei rekenkamer, maar ik doe uh, de auditcommissie van Schagen. Ah, ja, dat is wat wel anders. De rekenkamer van Bloemendaal. Oké, okay, nou dan gaan we het straks hebben over uh, de auditcommissie. En uh, ja, het heeft allemaal met geld te maken. Maar uh, het een doet toch wat anders dan de ander. Je woont nu een kleine 15 jaar in Baaland? Ja, inderdaad. Ja, hoe uh, uh, ben je daar terecht gekomen? Nou, ik was op zoek naar een uh, heerlijke woning uh, in wat meer vrije ruimte. Uh, mijn ouders komen uit uh, Friesland en uh, ik ben in Amsterdam opgegroeid. Maar uh, op een niks moment denk je dan toch: uh, iets meer ruimte zou wel heel fijn zijn. Dus ik ben echt op zoek gegaan en uh, zag een fantastisch leuk huis. Uh, dus ik ben maar eens in contact getreden met de lokale makelaar al daar. En uh, het klikte behoorlijk, uh, want dat was Els van der Giesen. Ja. Wij uh, zaten uh, in dezelfde partij, notabene, uh, po met politiek uh, dezelfde bril op. Uh, dus uh, ik ben met open arm ontvangen in uh, het fantastische dorp Waarland. Ja, want Els van der Giesen ook oud-raadslid in de voormalige gemeente Haaren-Kaspel. Juist. Maar uh, je was op zoek naar ruimte, maar was je niet gebonden aan Amsterdam dan? Uh, nee. Uh, nee, want uh, um, wat dat betreft uh, heb ik altijd uh, heel uh, Nederland als uh, gebied gehad om te werken. Dus ik had liever zoiets, uh, laat ik een lekker plekje zoeken waar ik me helemaal op mijn gemak voel, dan uh, dat ik dacht van uh, 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 het moet per se heel dicht bij mijn werk zijn, want ik heb altijd overal gewerkt in Nederland, Europa dus dat was het punt niet. ja als je uh, uh, in heel Nederland werkt, dan is misschien een centrale plek in Nederland nog wel beter, ergens op de Veluwe of zo, dan zit je een beetje midden in het land. ja, ja, maar richting Friesland dat trok toch meer, want daar zit nog heel veel familie, dus uh, en daar ben je zo, dus ik uh, en de stijl uh, en de manier van uh, met elkaar omgaan. Uh, is toch ook wel heel vergelijkbaar uh, zoals je dat in Friesland doet. Dus ja. dat voelde heel erg goed. Ja, Friesland, West-Friesland. Er zit allemaal Friesland in. Um, wat doe je in het dagelijks leven? Uh, je zegt advieswerk, maar uh, ja, hoe ziet een dag van Baudier eruit? Um, nou, ik heb diverse bestuursfuncties. En ik werk uh, op dit moment voor het Offshore Expertise Centrum van uh, Rijkswaterstaat. Um, en uh, dat is wel heel erg leuk om te doen. Uh, als je kijkt naar wat er allemaal een uitdaging is uh, rondom de Noordzee en wat daar allemaal moet gebeuren qua veiligheid en qua ecologie en hoe je dat uh, digitaal moet zien te regelen met uh, alle uh, radars en netwerken, nou daar bekommer ik me om. Ja, maar hoe ziet dan een dag eruit? Wat, wat, je staat ochtends op en dan? Uh, dan uh, reis ik naar uh, bijvoorbeeld Delft of zelfs naar Stellendam. Of uh, vorige week was ik zelfs uh, op de Noordzee om de windparken te bekijken. Het stormde nogal, dus uh, ik zou uh, eigenlijk ook vrijdag gaan. Maar dat hebben we maar niet gedaan. Nee, dat was een onstuimig Want dat dagje. Dat was een ja. onstuimig dagje. Ja. Uh, enerverend uh, bestaan dus. En dan toch nog tijd om uh, uh, raadslid te zijn voor het CDA? Ja, ja. En uh, dan daarnaast nog uh, veel voor het waterschap. Veel voor een uh, andere gemeente, een rekenkamer. Um, dan doe ik het Noord-Hollands archief uh, als bestuurslid. Uh, en uh, dan zegt iedereen: Wat een drukte kan het, ietsje minder. En dan zeg ik: Ja, ja de een is volleybaltrainer, de ander scheelt appeltjes voor bejaarden. En ik vind dit leuk. Ja. Dus uh, als het niet voelt als, als een, uh, een job. Maar als uh, iets oh, heel leuk uh, toegevoegde waarde hebben om te, voor de maatschappij om te doen, dan doe ik dat van harte. Ja. Je bent uh, op een gegeven moment bij het CDA terechtgekomen, nu zo'n elf jaar geleden. 2013 voor het eerst in de raad. Was je lang daarvoor al bij de partij betrokken? Ja, ik was lang daarvoor al uh, lid. Maar uh, toen ik hier kwam wonen, dacht ik om gelijk een beetje in te draaien. Uh, laat ik eens kijken uh, of ik een gokje kan wagen uh, ten aanzien van uh, uh, raadslidmaatschap CDA. En dat is, uh, dat is gelukt. Um, betekende wel dat ik toen uh, uh, voorzitter was van de Rekenkamer van Den Helder al. Uh, en dat moet je daarmee stoppen, want in de Noordkop zit men zo dicht op elkaar dat, uh, dat je kunt dat niet kunt volhouden. En ik was daar toen ook voorzitter van. De kopgroep uh, Bibliotheken. Uh, voorzitter van de Raad van uh, Toezicht. Ook dat moest stoppen. Want uh, dat heeft allemaal te veel met elkaar te maken. Dus ja. dan moet je er ook weer wat voor laten. Wat ik uh, op dat moment ook wel jammer vond. Maar ja, wie A zegt, moet ook B zeggen. Ja, maar wat vind je zo leuk aan het raadswerk? Ik vind. Uh, wat ik uh, aanvankelijk heel, heel mooi vond, was. er waren drie verschillende gemeenten. Die moest je in elkaar uh, op laten gaan, integreren. Nou, dat geeft veel uh, bestuurlijke drukte. Uh, dat geeft opbouwen van een gemeente die staat als een huis. Uh, en uh, dat vond ik ontzettend leuk om te doen. En gaande de rit uh, zag je ten opzichte van uh, toen. dat de uh, situatie veel complexer is geworden. Gemeenten die krijgen er zoveel extra's bij van het Rijk. Uh, het gaat echt niet alleen maar over stoeptegels. Uh, het gaat echt over maatschappelijke issues. En ik vind het fijn om uh, mijn steentje te kunnen bijdragen. Ja, en dat doe je bij het CDA. Uh, wat is jouw binding met die partij? Want als je een steentje wil bijdragen, kan je dat kun je ook een politieke partij doen, denk ik. Uh, ja, ik heb echt wel een beeld uh, Christendemocratie, dat, uh, dat past mij wel. Ja. Uh, niet uh, uh, al te extreme standpunten en uh, uh, goed zorgzaam voor elkaar. Uh, nog steeds denk ik uh, dat het CDA daarin een uh, uh, rustgevende, mitigerende uh, werking kan hebben en uh, positie kan innemen. Ja, het is ook uh, redelijk veilig in het midden. Nou ja, en ik ben ook heel blij. Uh, dat we het op dit moment uh, alweer wat beter doen ten opzichte van de vorige situatie, uh, vorige verkiezingen. Ja. En uh, ik vind ook dat dat uh, wijs is. Dat mensen er ook over nadenken en zeggen: Nou, zo extreem en wat er allemaal gebeurt in Den Haag, dat gaat ons te ver. Dus wij uh, keren op onze schreden terug. En ja. dat vind ik heel fijn om te weten. Ja, we gaan straks nog even over de landelijke politiek hebben. Uh, uh, maar eerst even uh, over je lokale raadlidmaatschap. Uh, deze periode duurt nog zo'n anderhalf jaar. Wil je nog een periode door? Uh, wat mij betreft is dat zeker, ligt dat zeker in de reden. Ligt een beetje ook natuurlijk aan de verkiezingsuitslagen. Hè? Of dat allemaal gaat lukken. Want uh, niets is zeker uh, in zo'n situatie. Maar ik hoop dat ik weer uh, uh, in de gelegenheid ben om nog een rondje te draaien en bij te dragen aan deze regio. La 19, de Politieke Podcast. Nou, je zei het al een beetje. Uh, landelijk uh, zit het CDA weer in de lift. Uh, als we naar het totale landelijke politieke spectrum kijken, hoe kijk je daar dan naar? Het huidige politieke landschap? Uh, ik vind het erg rommelig op dit moment. De nieuwe manier waarop men met uh, de minister-president moet schakelen, uh, die zijn positie uh, probeert in te nemen, maar nog niet uh, uh, echt iets stabiels heeft opgebouwd. Dat is lastig hè, als je een, een positie hebt die niet aan een partij gebonden is. Dan sta je daar soms wel in je eentje. En, uh, dus ik heb ook wel af, af en toe met uh, uh, diks te doen. Ja. Want uh, uh, ga, ga er maar aan staan. Ja. Maar de, de verschuiving naar rechts die nu landelijk plaatsvindt... Uh, we moeten harder... Uh, asielbeleid, uh, de, de, er zijn meer zaken die bij het huidige politieke landschap horen. Hoe kijk je daarnaar? Um, van mij bracht het best wel... Um, wat steviger hè, maar uh, het gaat me op dit moment wel wat te ver. Uh, het is onderdacht. Men is nog niet zo goed ingedraaid. Men gooit proefballonnetjes op, schrijft eens een brief naar Brussel. Nou, dan krijg je een parkeer post postra toe. Want dan moet je eerst drie maanden lobbyen. Uh, dat is waarschijnlijk niet gebeurd. Dus binnen een halve dag heb je al antwoord. Ja. Nou, dat lukt niet hoor, met die uitzonderingspositie uh, van, voor die u wilt ten aanzien van uh, asielzoekers. En dat wisten ze toch ja, van en, tevoren al een beetje. Hè? En dan is het voor de bühne. Ja. Uh, dan ja. is het uh, uh, om een belofte waar te kunnen maken om te zeggen, we hebben het geprobeerd, maar het lukte niet. Ja. Dus dat gaat mij wat ver, een beetje ondoordacht. Ja. Uh, het CDA, je zei het al, zit landelijk weer in de lift. Uh, dat moet je goed doen, denk ik. Uh, hoe kijk je naar Bontebal? Um, ik vind hem heel verbindend. En uh, ik vind hem ook um, uh, pittig, maar rust, uh, brengt rust in de discussie. Uh, als iedereen ongeveer zijn hoofd verloren heeft, dan komt er een opmerking uh, die uh, stabiliseert en uh, de boel weer een beetje tot rust brengt. Uh, daar kunnen we wel wat mee. Ja. En dat hebben we ook hard nodig. Want af en toe is het ook wel een spektakel zo in de landelijke politiek. Gaat de huidige coalitie de kerst halen? Daar moet ik even over nadenken. Uh, ik denk het wel, maar of ze vier jaar volmaken, dat vraag ik me af. Ja. Uh, als er nu verkiezingen komen, dan uh, wordt, als we de peilingen mogen geloven, de PVV... Veruit de grootste partij? Ja, dat ziet er wel naar uit, hè? En ik vind dat wat zorgelijk. Want ik hou wel uh, ook van diversiteit in de politiek. En dan uh, wordt het polariserend. En dat moeten we eigenlijk niet hebben. Ja. Dus uh, vele meningen die tellen om tot een uh, stabiel uh, besluit te kunnen komen. Dat hebben we altijd gehad in Nederland. Een compromisland. Uh, met elkaar om tafel en kijken of we een mooie gemene deler kunnen vinden... En dat is een beetje zoeken als de PVV het voor zeggen heeft? Ik denk het wel. Uh, daar zit nog niet heel veel uh, kader achter. Um, daar komt men in mijn beleving nog wel erg tekort. Hè? Zitten ze zitten vrij, vrij nieuw en bij elkaar uh, geraapt. Zo komt het bij mij over. Um, en dan vraag ik me inderdaad ook af of ze die rust kunnen brengen... die ons land uh, nodig heeft. Het is ook een partij zonder uh, leden. Hè? Dat is een beetje vreemd, ja. Ja. Dat is, voor ons doen is dat een beetje vreemd. Ja. Uh, ik denk dat als we de stijgende lijn van Bontebal nu zien, dat ze nou, nog een paar maandjes wachten voordat er verkiezingen zijn, dan zouden verkiezingen wel weer uitkomen, denk ik. Daarom hoop ik inderdaad dat de uh, uh, regering niet valt voordat uh, het überhaupt kerst is. Want ik denk dat we nog wel een jaartje nodig hebben om onze positie te herwinnen. En uh, mocht het dan gebeuren, dan, uh, dan zitten we goed als CDA, ja. schat ik in. Um, je hebt me gecorrigeerd, want ik zei iets over een rekenkamer. Maar hij zit in Schagen niet in de rekenkamer, maar in de auditcommissie. Leg eens uit, wat is het verschil tussen die twee? Um, de auditcommissie uh, helpt de raad. Uh, als vooruitgeschoven post om naar uh, planning en controle uh, te kijken, naar uh, de begroting van de gemeente, naar de kaderstelling uh, die plaatsvindt, um, naar de wijze van functioneren uh, uh, ten aanzien van uh, planning en controle en ook van financiën. En kijk dus ook uh, de jaarstukken eerst in. En uh, bediscussieert dat met elkaar. En geeft dan ook advies aan de raad als deze stukken voor besluitvorming voorliggen. Uh, om uh, de juiste uh, accenten te leggen bij de besluitvorming. Ja. En uh, ja, ik doe dat al uh, vanaf de start van de, uh, van de nieuwe gemeenteschagen. Uh, en dat gaat min of meer vanzelf. En uh, ik heb. Uh, in mijn beleving veel vertrouwen ook met onze auditcommissieclub uh, richting de raad. En ze, ik heb de indruk dat ze zich erg geholpen voelen. Ja. En een rekenkamer, wat doet een rekenkamer dan? Want je bent in een andere gemeente nog uh, lid van de rekenkamer. Hè? Dat klopt. Um, dat heb ik ook um, uh, meerdere jaren gedaan voor meerdere gemeenten. Uh, de Algemene Rekenkamer controleerde uh, het land, zal ik dan maar zeggen. Het uh -huh. hoogste controleorgaan. Toen kwam men tot de conclusie dat provincies, gemeenten en waterschappen zo'n uh, rekenkamer niet hadden. Dus uh, daar is uh, wettelijk gezien uh, een uh, nieuwe situatie ontstaan. Dus iedere gemeente, iedere provincie en ieder waterschap moet nu ook een rekenkamer hebben. En die kijken naar. Doelmatigheid, doeltreffendheid en ook rechtmatigheid van het functioneren van uh, dat overheidsorgaan. Ja, dat is wat anders. Dus wat bijvoorbeeld een accountant doet die puur kijkt naar uh, is het allemaal eerlijk gegaan met de financiën. Uh, de rekenkamer kijkt meer naar heeft het allemaal zin gehad. Uh, dat is een aanvulling daarop. Ja. En uh, wij kunnen zeker ook nog uh, um, kijken naar uh, hoe doet de accountant zijn werk en zijn we daar tevreden over. En dat doen wij dus ook hoor in deze rol. Um, en daarbij uh, wil je graag weten, als je beleid hebt ingezet, of dat nou een beetje succesvol was. En uh, dat evalueren we dan. En uh, we komen tot de conclusie uh, dat er iets een en ander moet gebeuren. Uh, en dan zit je in de rekenkamerrol, kijk je iets breder en iets verder ja. dan alleen wat de accountant doet. Ja. Nou komt er een ravijnjaar aan, zegt iedereen. 2026 uh, wordt een drama. Als je de heren en dames mag geloven. Uh, als het gaat om de gemeentelijke financiën. Want de gemeenten krijgen minder geld, uh, maar hebben wel alle taken erbij. Waar je het net al over had. He? Bijvoorbeeld jeugdzorg is een belangrijke taak van de gemeenten. Um, hoe kijk je zelf naar dat ravijnjaar? Maak je je zorgen? Um, in de gemeente schagen uh, is het op dit moment nog niet zo pijnlijk. En um, dat heeft ook ermee te maken dat we veel uh, Oekraïnse mensen hebben uh, opgevangen die zich dan uh, ook inschrijven. En dat betekent dat je daar uh, vanuit het gemeentefonds uh, ook uh, op de teller meer uh, geld voor ontvangt. Uh, wat uh, heel pijnlijk is, is dat je heel erg nog hangt aan de manier waarop het Rijk zijn geld uitgeeft. En dat bepaalt dan ook hoe het gemeentefonds uh, wordt gevuld en wat gemeenten zelf krijgen. Ja, maar uh, uiteindelijk krijgen veel gemeenten, en volgens mij Schaag ook bij dat rijtje, vanaf 2026 gewoon veel minder geld van het Rijk. Ja, dus het is een beetje uh, uh, zorgelijk dat je als gemeente je armslag mist. Uh, omdat je minder geld krijgt toebedeeld, terwijl de gemeente juist de taken uitvoeren... en het beleid wordt gemaakt in, uh, in Den Haag. Um, ja. En uh, ik vind dat wel eens oneerlijk dat daar uh, ruim geld voorhanden is om beleid te maken, maar voor het uitvoeren. Uh, moet je uh, heel voorzichtig zijn met de uitgaven. Ja. Uh, dat is niet zo passend, lijkt mij. Maar ik hoor je net zeggen... Uh, de Oekraïense vluchtelingen die in Schagen worden opgevangen... onder andere op het voormalige arkterrein... Dat, dat levert de gemeente eigenlijk geld op. Uh, gebruikt Schagen dat, begrijp ik jou goed... om ook de begroting sluitend te krijgen? Dat betekent dat ze gewoon meetellen als inwoner. En dan uh, zijn ze net als iedereen in deze gemeente. En dan uh, ja, krijg je dus gewoon eigenlijk een bevolkingsgroei en daardoor eh, is er dan eh, net even iets meer geld voorhanden. handen. Ja. Dus dat heeft eigenlijk niks te maken met uh, 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 de vluchtelingenstatus. Dat heeft meer te maken met goed. De bevolking uh, stijgt in aantal. En klinkt, dan krijg klinkt, je van het rijk ja. iets meer. Ja, klinkt heel luguber, maar dan is schagen eigenlijk gebaat bij een zo lang mogelijk voortduren van de oorlog in Oekraïne. <laughs> nou, dat gaat wat ver natuurlijk, want uh, ja, voor deze mensen leggen we ook wegen aan en houden we ook het strand bij. En uh, zijn er ook voorzieningen, dus dan zijn ze net als ieder ander. Ja. We gaan naar het hete hangijzer. Wat is volgens Baudien Glashouwer het heetste hangijzer in de gemeente Schaag? Op dit moment moet ik gewoon niet uh, zeggen dat dat uh, de discussie is rondom uh, de asielzoekers. Het is niet anders, maar het is een pijnlijke discussie. Ja, ook een lastige discussie. Uh, we kennen uh, de discussie allemaal. Uh, Dirk Zorn en Waarland waren in beeld voor vluchtelingen die nu in Schagen-Oost zitten. Veel politieke partijen willen ze graag in Schagen-Oost houden, want daar liggen alle voorzieningen nu al. Ja. Uh, Snap je, ja, snap je dat überhaupt dat Schagenoost misschien wel de beste plek is om ze voorlopig nog te houden? Uh, daar is op uh, geïnvesteerd. Hè? Uh, ik heb begrepen, de prov uh, provincie vindt dat uh, eigenlijk een uh, nat dan, want het is beschermd uh, uh, landschap. Uh, als je dan kijkt dat je een andere plek probeert te vinden, uh, uh, dan. Uh, komen er twee uh, dorpen in beeld, um, die dan elk de helft van het aantal hè, uh, ja. moeten opnemen. Uh, dat ligt heel dicht tegen de kern van dorp aan, terwijl men geïnvesteerd heeft in uh, Schagen-Oost. Dan is het ook wel lastig te bevatten dat je na een jaar die investering alweer teniet doet. En dan uh, kan ik me heel goed voorstellen. Uh, dat de hele raad en uh, ook vele inwoners zeggen. gaat u nog maar weer eens even goed in gesprek met de provincie. Ja. Want Schagen Oost is veel passender en daar hebben we tot nu toe uh, uh, niet veel uh, narigheid ervaren. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen: uh, Schagen Oost mocht er een jaar van de provincie. als bij de aanvang was gezegd we willen dat er vijf jaar, had de provincie nooit toestemming gegeven. Dat klopt. En ik kan me ook voorstellen dat mensen die daar heel dichtbij wonen ook zeggen: ja, het was voor een jaar afgesproken. Dat is nou ook niet zo ver en ook niet zo bestuurlijk uh, 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 helder. Uh, als het nu toch weer ineens anders uitpakt. Ja. Het is altijd met dit soort discussies not in my backyard, hè? Um, dat ligt er een beetje aan. In dit geval ben ik zelf eens op beide locaties gaan kijken. Maar die liggen ook wel heel dicht tegen het dorpshart aan. Ja. Of dat nou wijs is. Uh, uh, maar je kunt vluchtelingen ook niet midden in een weiland zetten, ergens buiten de dorpen. Zeker niet. Het is moeilijk om daar een juist besluit in te nemen. Ik. Zeker weten, het is, uh, het is een dilemma. Ja. We gaan naar la 19: de doorgeefvraag. Dat was het juiste knopje. Vorige week zat Helene Stoelinga op jouw stoel. En die heeft de volgende vraag voor jou. Ken Boudien is een hele uh, ja, kundige en uh, pragmatische, maar ook wel analytische vrouw. En wij worstelen natuurlijk met uh, hoe we kinderen ook enthousiast en uh, geïnteresseerd kunnen houden in het rekenonderwijs. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe zij daarnaar kijkt. Uh, nou, hoe het achteruitgaande onderwijs, zoals het in de media wordt genoemd. Nou, weer eens wat meer uh, enthousiaster gemaakt kan worden voor uh, de jonge mensen onder ons. Het rekenonderwijs: Hoe maken we de jeugd daarvoor weer enthousiast? En misschien ook het onderwijs daarvoor wel weer enthousiast? Um, in, de, in de breedte uh, zie je dat uh, op dat punt uh, de kwaliteit uh, van het onderwijs uh, wat achteruit gaat. Hè? De kinderen zijn minder uh, geëquipeerd om, om goed te kunnen rekenen, uh, lezen en schrijven. Je ziet ook dat er is uh, over geschreven in het regeerakkoord... er moet uh, een herstelplan komen, nota bene. Dus dat betekent dat men dat best wel uh, heel serieus neemt, die kwaliteit. Uh, ik denk wat mooi dat uh, bijvoorbeeld de kopgroep bibliotheken... die heel veel doet aan uh, het stimuleren van leesvaardigheid bij kleine kinderen... ook weer extra in beeld komt om dit aan te vullen... En uh, het is altijd kiezen, ook in het lager onderwijs. Er zijn zoveel issues waar je uh, aandacht aan zou willen besteden voor de kinderen. Uh, ja, dit is nu weer back to basics, zoals ik dat vroeger heb ervaren. Ja, maar rekenen, en rekenen. en rekenen ja, zijn toch wel hele belangrijke, essentiële delen waar je je hele leven iets aan hebt. Hè? Ik zie echt wel dat vroeger bij de kassa kon men echt uit het hoofd rekenen en dat kan tegenwoordig echt niet meer. En ik denk ook dat de jongeren denken: er zit een rekenmachientje op mijn smartphone. Ik red me prima. Maar als je dat uit het hoofd zou willen, geen sprake van. Dat zit er niet meer in. Volgende week zit Maaike Tesla yes lokaal op jouw stoel. Wat zou jij aan Maaike willen vragen? Maike heb ik leren kennen als energiek, uh, vol levenslust en echt een aanwinst voor uh, onze lokale politiek. Ze heeft altijd veel vragen, maar ik zou haar het volgende willen vragen. Wat is het onderwerp wat je nu het meest bezighoudt, Maike, op dit moment? En hoe zouden we dat in Schagen dan kunnen aanpakken? En hoe zou jij dat wil, willen oplossen? Op lokaal niveau. We gaan het volgende week vragen aan Maaike Tesselaar van Yes Lokaal. Uh, Baudien, Glashouwer, CDA-raadslid in Schagen, bedankt voor je aanwezigheid in laan 19. Graag gedaan.